Jos, eindelijk weer voor het Echi. Allereerst, hoe is dat voor jou om voor het eerst een competitiewedstrijd met Cambuur te mogen spelen? Ja, ik kijk heel erg naar uit. Voor mij is het even nog langer geleden dat het met Echi was. Dat was eind augustus. Dat was wel een wedstrijd van Cambuur trouwens, maar dat is de laatste keer dat ik voor het Echi gespeeld heb. En zo'n voorbereiding gaat dan kriebelen. In het begin ben je nog aan het bouwen en dan heb je ook de tijd nodig. Ja, uiteindelijk heb je ook het gevoel van nu moet het maar om gaan en kijken hoe ver we echt zijn. Ben je benieuwd waar je staat nu, na 6 weken voorbereiding? Ja, heel benieuwd. En dat ga je niet alleen maar zien zondag. Want hoe goed zondag ook gaat, het zal niet gelijk opgelost zijn. En als het niet goed gaat, is niet gelijk alles verloren. Maar het is wel een heel belangrijk moment om te kijken naar zo'n lange voorbereiding. Naar alle dingen die je besproken en getraind hebt. Wat komt er al terug? Het was wel een moeilijke week, want veel ziekte in de selectie, hè? Ja, niet alleen de selectie in heel Nederland. Het zou pas echt gek zijn als wij als enige selectie van heel Nederland, als enige groep mensen allemaal ziek werden. Ja, je hoort het overal op het nieuws. Het gaat door Nederland heen en dat gaat ons ook niet in de koude kleren zitten. Sommigen zijn heel even weg, sommigen hebben alleen een verkoudheidje, anderen wat langer weg. Ja, het zal mij verbazen als Volendam daar geen last van heeft, maar het is wel vervelend voor iedereen. Daarentegen komen er ook wel weer wat jongens terug van blessures, dus er staat een volwaardig team. Oh nee, dat zeker. We hebben een grote groep en we missen maar een paar spelers met ziekte. Dus maak me absoluut geen zorgen dat we 11 spelers kunnen opstellen. Het is vooral voor de jongens zelf vervelend, maar we hebben er meer dan genoeg over die het prima kunnen invullen. Robin Molen, finally back with the squad. I can imagine that's going to be a special moment for you. Yeah, I was waiting for this since a long time. It's now more than I think 3 months that I'm out of the pitch and I have to watch the team from the stand, so yeah, it feels good to be a part of the training and to be back with the team. How frustrating was the journey to get fit again? Yeah, really frustrating, you know, when you're injured it's never nice, and when you try to come back and you still have a little feeling, it's not the best, but hopefully now it's on the good way, so that's good. You are ready to make some minutes at least. Are you fully fit again? Yeah, the feeling on the training is good. So I'm back with the team now and ready to play some minutes with the team. We hoorden tijdens deze wedstrijd ook weer het woordje oorlog. Het werd tijdens het persmoment alweer even benadrukt. Want het hoeft niet meer mooi alleen maar, hè? Nee, ja, ik denk dat het één ding moet. Dat is handhaven. En iedereen die iets anders belangrijk maakt dan handhaven, begrijpt niet waar voetbal om gaat. Of het nou 3 of 5 spitsen zijn of 1 spits, een lange bal of een korte bal, mooi voetbal of lelijk voetbal. Alles is ondergeschikt aan handhaving. En dat moet de mindset zijn. Die hebben we denk ik met z'n allen de afgelopen weken goed erin geramd. Ja, dan moet bij iedereen hetzelfde zijn. Want alleen dan kunnen we samen, dat is wel het tweede punt, samen de club erin houden. En je noemde ook al wat kleine voorbeeldjes van voetballende jongens die dan toch bepaalde oplossingen nu zoeken. Dat ze bijvoorbeeld een bal uit het stadion rammen, dat is denk ik mooi om te zien, hè? Ja, we speelden de laatste trainer 3-3. En Pascal telde af, nog 4 seconden, 3, 2. En schoot die jongen gewoon die bal weg van 2 seconden. We staan 1-0 voor, schiet die bal lekker uit. Partijtje gewonnen. Ja, en dat winnaarsgevoel, dat het niet allemaal leuk en mooi hoeft. En dat 1-0 winnen en de bal wegschieten ook prima is. Ja, dat gevoel moet steeds meer en meer gaan leven, want je moet punten gaan pakken. En het mooie van punten pakken is, dat geeft vertrouwen. En dan komt mooi voetbal ook steeds meer terug. Maar andersom, zonder vertrouwen toch mooi gaan voetballen, ja, dat is veel lastiger. Dus ja, dat zal met z'n allen moeten, met horten en stoten gaan. Maar wat ik zeg, als we dat samen doen, en niet alleen wij samen, maar echt hier het hele stadion samen, dan moet je met inzet en strijd een heel goed begin kunnen maken. En vandaar zit er zoveel voetbal in deze groep. Ze kunnen zo goed voetballen. Daar komt het ook weer uit. Zeker weten. So that's good. Good feeling, good energy. Everything is really professional. We know what we have to do. And now we have to go full for this second part of the season to take more points. Do you feel you are ready for Volendam? Yeah. Today we did 11 against 11. And for me, I think it went really well for the first 11. So we worked something and it's working good at the moment. So we have to do the same now on this weekend against Volendam. Ja, ze hebben, wij weten, een paar weken geleden alles omgegooid. Ze gaan een soort van 5-4-1 spelen. Het middenveld is een soort vierkant, waarin de voorste middenvelders ook halve buitenspelers zijn. Er zit heel veel beweging in, heel veel mensen door elkaar lopen. Best een lastig systeem ook om tegen te spelen. Ook om zelf te spelen, lijkt me wel. Maar daarmee hebben ze wel ook een duidelijke andere insteek dan voor de winter. Dus ja, dat zal ook genoeg verrassing met zich meebrengen. Ja, yeah, it's my time to come back now. And I hope I can show my qualities again on this weekend.